Tijdens het 30-jarig jubileum van Streekomroep Start kregen Ed Leunissen en Ben Dols uit handen van lokale burgemeester Noël Lebens het officiële Speld van Verdiensten. Beide heren kregen het speldje vanwege hun langdurige inzet voor Streekomroep Start. Ed Leunissen verlaat na 30 jaar de omroep en Ben Dols zet zich nog dagelijks in, noodzakelijk als sportverslaggever. Ben Dols, Ed Leunissen, je hebt zojuist de officiële speld van Verdiensten gekregen, dat is de juiste naam. Hè? Eerste reactie? Hou er moeite met, om hem af te geven geloof ik. Ben? Mijn reactie is, ja, dat voor Ed terecht, weer 30 jaar, dat ze zelf dan ook erbij betrokken was, dat is leuk. En we voor 30 jaar achter de rug, wat zijn de meest memorabele momenten voor u bij Start? Ik heb er maar 24 achter de rug. Oh, sorry. Het meest memorabele is nou, nee, gewoon het giftige in de kik, hè. Het maken van radio. Ik ben een radioman, geen televisieman, dus televisie uit op zondag niet keer. Al 25 jaar lang niet, maar radio, dat is je van Ed. Nou, wat dat betreft zijn we iedere keer hoe hetzelfde hout gesneden zijn. Op een gegeven moment televisie erbij gewoon doen. Omdat er ook allerlei dingen op televisie moesten gebeuren. Maar het is niet voor niks dat ik nu regio radio weer gewoon. En eigenlijk van hoe zoet alleen maar radio. Ik heb het in de uitzending uitgelegd. Ben, doe best het met me eens. Televisie dat veld op de ogen. En radio dat geeft tussen de oren zitten. Dat raakt veel meer. Radio is emotie. En bij tv zijn we eigenlijk in al die jaren, moet ik dat eerlijk zeggen, soms zelfs belemmerd geweest. Even wachten op die lampen. Eens moet geschminkt worden. Eens moet dit. En bij radio wordt we lang en dan dat monteren, hè. En nu hebben we... We zijn binnen 31 jaar weer als we zo doorgaan. Maar wat is nu eigenlijk... Wie ziet hier de toekomst voor Start? Ja, dat is het. Ik herhaal de vraag nog even, wat heb je gemist natuurlijk. Ik zeg, wie ziet hier de toekomst van Start? Nou, het zal moeilijk worden. Hè. We zien dat de hoofdredacteur moet vertrekken vanwege financiële omstandigheden. En de heurs overal en de zus overal, dat moet gefuseerd gaan worden. Ik denk dat we er niet om goed komen. En wat zie je daarin dan? Wat... Ja, dat weet ik niet. Wat er goed komt, weet ik niet. Maar het samenwerking, denk ik. Precies. Breier gooien, samenwerken, andere omroepen. En dan mogen ze mee gerustig weten dat Euregio Radio is zo'n initiatief dat eigenlijk alleen maar andere technische middelen gebruikt. Maar nog immer hetzelfde wil als wat van vroeger onder de fietsenstalling bij het ziekenhuis wonen. Namelijk de lui informatie brengen, de lui amuseren en informeren. En dat willen we allemaal. Dus moeten we niet langs elkaar door. Slim gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. En dus is er nog heel veel toekomst. Want er blijven immer lui die willen de leuke dingen weten van hier om dan ook. En dat is de lokale omroep.